Goedemiddag en welkom bij deze online deskundigheidsbevordering over psychische problematiek bij jongeren. Het is 2:30, dus wij gaan van start. Ik zie dat er al flink wat mensen online zijn. Fijn dat u online bent om samen met ons in gesprek te gaan over problematiek bij jongeren. Marion, wilde jij nog wat toevoegen? Nou, ik zie inderdaad ook al dat er heel veel van jullie al ingelogd zijn. Hartstikke leuk. Nou, welkom namens het zorgteam. Hè, Simone en Ellen en Carla en mij, zeg maar, de kerngroep leerlingbegeleiding. Wij hebben gemeend deze deskundigheidsbevordering te organiseren, omdat wij merkten dat er steeds meer sombere leerlingen met een dipje, maar ook met nog heftiger klachten zijn. Niet alleen naar aanleiding van corona, maar sowieso merkten we dat die problematiek heftiger wordt. En waar wij naar aan het zoeken waren, Simone en ik, is van wanneer moeten we ons nu echt zorgen gaan maken? En welke vragen moet je dan stellen? Waar doe je goed aan? Wat kun je zien aan leerlingen? Dus we hebben dit gedeeld met Esther en Renate. En volgens mij wordt het een hele leuke middag. Dus ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel Marion. Wij zullen ons ook even voorstellen. Mijn naam is Renate Rosenbrand. Ik werk als preventiewerker bij ProPersona Connect en dat wil zeggen dat ik mij vooral richt op het voorkomen van problematiek door jongeren en volwassenen vaardigheden aan te leren hoe ze met beginnende klachten om kunnen gaan. En wij verzorgen ook in samenwerking lezingen over hoe je klachten kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Dus vandaar ook deze lezing. En ik geef deze lezing samen met Esther. Ja, ik ben Esther Lubbock en ik werk als verpleegkundig specialist binnen de afdeling jeugd van ProPersona Connect. Ik werk zelf op de locatie in Arnhem, maar uiteraard hebben we ook jeugdlocaties binnen Tiel, Nijmegen en in Ede, dus de regio breed. En samen met Renate ga ik deze webinar geven. En ik heb er zin in. Dat is mooi. Ik hoop jullie ook. Het blijft gek om tegen je computer aan te praten, al wetende dat daar een heleboel mensen naar je zitten te kijken. Maar dit is een mooie oplossing voor in deze tijd, nu we niet bij jullie op school langs kunnen komen. Ik zal even kort uit de doeken doen hoe wij deze online deskundigheidsbevordering voor ons zien. Nou, zoals jullie merken zijn jullie volledig anoniem, dus wij kunnen jullie niet zien en ook niet horen. Mochten jullie nu naar aanleiding van ons verhaal vragen of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie die stellen in de chatbox. En als het goed is, vindt u ergens in het scherm, afhankelijk van welk apparaat u gebruikt, een knopje chat terug. Daar kunt u een bericht plaatsen. Let wel, de berichten die u in de chat plaatst zijn voor iedereen terug te lezen en te zien. We willen sowieso u vragen, als we in gesprek gaan over casuïstiek, om deze dan te anonimiseren. Dus als u een vraag wilt stellen, laat dan even de naam van de leerling achterwege. Zijn er technische problemen of is er iets wat niet in de chat gedeeld kan worden, dan kunt u in geval van nood ons een WhatsApp-bericht sturen. Ik vraag even aan Esther, zou jij even onze telefoonnummers nogmaals in de chat willen noteren? Dan kunt u die even erbij pakken, mocht er iets zijn wat niet via de chat afgehandeld kan worden. Halverwege de lezing is er een interactief gedeelte, omdat we natuurlijk ook graag van jullie terug horen wat jullie tegenkomen en wat jullie op dit moment al doen om met jongeren in gesprek te gaan. En dat verzorgen wij via Mentimeter. En voor Mentimeter heeft u een mobiele telefoon nodig. Mocht u nu deze lezing via de mobiele telefoon volgen, dan kunt u ook meedoen via de chat. We zullen straks ook verder uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.
Alles wat we vandaag delen aan theorie en tips, dat zult u ook achteraf als download ontvangen. Dus het is niet nodig om heel ijverig mee te schrijven. Dus luister vooral mee en bedenk welke vraag u heeft als u kijkt naar uw eigen leerlingen. Deze lezing wordt ook opgenomen, dus als u wilt, dan kunt u deze ook terugzien. Hopelijk alles helder zo. Mocht er iets niet helder zijn, aarzel dan niet om een vraag te stellen via de chat. Zoals Marion zojuist al aangaf, de aanleiding voor deze lezing is dat er steeds meer klachten zijn bij jongeren, zeker in deze periode. En wij vinden het heel belangrijk dat deze klachten serieus genomen worden en dat iedereen die direct of indirect met die klachten te maken krijgt, goed weet waar hij of zij op moet letten en op welke manier je het gesprek aan kunt gaan. Dus vandaar dat we het daar vandaag over gaan hebben. Dan wil ik starten met het delen van een filmpje. Even kijken of dat gaat lukken. Ik vraag ook aan Esther of je even een duim omhoog wilt steken als het goed werkt. Want dat blijft altijd spannend, die techniek. Even kijken. Want nu had ik het filmpje keurig klaargezet voordat ik begon. En nu is die verdwenen. Dus ik neem even een momentje om het filmpje terug te gaan zoeken. Zie je het filmpje, Esther? Yes, dat is alvast mooi. Nu ook fullscreen. Kijk. En dan is de laatste test. Of je maakt hoe je nu voelt. Hoe voelt me? Ik ben alleen zo goed in selfies maken. Ik ben echt de master van de onderkin. Ik haat selfies. Ja, als ik die selfies zie, het is wel van, oh ja. Ook wel hoe ik me gewoon voel en zo, is wel vrolijk. Dus meestal als ik zo sta op de selfie, dan voel ik me ook wel zo van. Ik plaats nooit een foto als ik verdrietig ben. Want zeg maar, ik wil dat mensen mij kennen als een gozer die zeg maar altijd spontaan aan het lachen is. Als ik depri ben of zo, dan ga ik niet een depri foto posten van, oh kijk, mij is depri zijn. Dat vind ik ook een beetje aandacht vragen ook. Ja, ik doe me ook wel vaak anders voor dan dat ik ben. Dat ik niet echt mijn emoties laat zien. Dat ik vooral vaak het vrolijke meisje op school ben, maar me bijvoorbeeld van binnen heel anders voel. Ja, ik draag wel eens een masker, ja. Gewoon bijvoorbeeld als ik niet door wil hebben dat ik bijvoorbeeld in een bepaalde ben. Dus van ja, oké, doe even een masker op. Hey, hoi! Dan ga ik weer door en is het weer van haar. Want als ik bijvoorbeeld me heel vaak niet lekker in mijn vel voel zitten en ik ga dan zeg maar dat altijd laten zien, dan gaan mensen ook denken, oh, vaak dat is aandacht. Ja, dat is dat zielige meisje, ik ga niet meer met haar om. Of als ik zie dat een vriend van mij zich rot voelt, dan ga ik even naar hem toe. Even met hem praten van, yo, wat is er aan de hand? Kan ik je helpen? Ik vind dat altijd wel lastig om te zien. Of ja, meestal kun je het wel zien aan personen, denk ik. Maar dan vind ik het altijd lastig om dan te helpen. Want ik wil altijd wel heel graag helpen, maar dan weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Je kan wel zeggen van, goh ja, maar het komt allemaal wel goed of zo. Maar dat is gewoon denk ik niet wat je dan wil horen. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor mensen om te delen dat als ze niet vrolijk zijn. Want dan, het ligt ook heel erg op. En ja, je hoeft niet alleen maar blij te zijn. Iedereen gaat wel eens door een shitperiode heen. Ja, dat hoort nou helemaal bij het leven. Als jij ergens mee zit, vertel je het dan aan iemand. Laat dat weten in de reacties. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Als het goed is, is nu de presentatie weer in beeld. Dag lekkertjes en welkom bij No Shit, omdat jij wilt weten hoe het echt zit. We hebben geluid. Is de presentatie weer in beeld? Mooi.
Bij mij liep YouTube nog even door, dus dat probeerde ik snel af te sluiten. Nou, wat we naar aanleiding van het filmpje wilden bespreken is dat je in het filmpje ziet dat de jongeren aangeven dat ze het lastig vinden om hun kwetsbaarheid te laten zien. En dat ze vaak een masker opzetten, dat ze naar buiten toe gezien willen worden als een positief iemand. En dat ze iets delen over hoe je je daadwerkelijk voelt zien als aandachttrekkerij. Je stelt je aan, dat deel je toch niet met anderen. En uit onderzoek blijkt ook dat 43% van de jongeren die te maken hebben met psychische problemen hier niet open over zijn. En daarom denken wij dat het van belang is om de jongeren goed in de gaten te houden, om te kijken hoe het met ze gaat en of wij als omgeving in moeten grijpen. En daarbij is het volgens ons heel erg belangrijk om psychische problematiek te normaliseren. Dus aan jongeren te laten weten dat psychische problemen ervaren, het hebben van emoties als angst, gespannenheid, somberheid, bij het leven horen. En dat dat bij een grote groep mensen voorkomt. En dat dat dus niet iets is om je voor te schamen. En hoe normaler het wordt om zulke dingen binnen school bespreekbaar te maken, hoe gemakkelijker het is voor een jongere om te delen van hey, ik heb daar ook last van. En ook voor u als docent is het dan gemakkelijker om zo'n onderwerp aan te kaarten, omdat het net zo gewoon zou moeten zijn als het bespreken van het weer bijvoorbeeld. Als we het hebben over cijfers, hoe vaak komt die problematiek dan voor bij jongeren? Nou, wij hebben even de cijfers op een rijtje gezet, hoe vaak problematiek voorkomt, en geprobeerd dat te vertalen naar een klas. Dus als je uitgaat van een klas met ongeveer 25 leerlingen, dan zou die klas er als volgt uitzien. In die klas zijn er dan 10 leerlingen die stress ervaren. 5 leerlingen met een angststoornis, 2 leerlingen met een depressie, 4 leerlingen met depressieve klachten en 1 leerling in de klas doet wel eens een suïcidepoging. Nu zijn dat natuurlijk gemiddelde, dus het kan zo zijn dat in de ene klas meer problematiek voorkomt dan in de andere klas. Maar het zijn wel cijfers om even bij stil te staan, dat de kans dus heel groot is dat in iedere klas wel een leerling zit die te maken heeft met psychische problematiek, of dat nu gediagnosticeerd is of niet. Want je zou ook kunnen zeggen van, hè, als je het hebt over het aantal diagnoses, is dat eigenlijk nog het topje van de ijsberg. En het aantal jongeren wat klachten ervaart, is dan nog veel groter. En daarom is dit een belangrijk thema om bespreekbaar te maken in de klas. Nu zijn er, als je het hebt over het ontwikkelen van psychische problematiek, zijn er risicofactoren. Dus bepaalde jongeren lopen meer kans om psychische problematiek te ontwikkelen dan andere jongeren. Ze zijn kwetsbaarder als er bijvoorbeeld iets naars gebeurt in het leven, om daar op een bepaalde manier op te reageren. En het is belangrijk om die factoren goed voor ogen te hebben, omdat je dan ook weet welke groep jongeren je wat meer in de gaten moet houden. Nou, als we het hebben over individuele risicofactoren, dus dan kijk je naar de persoon zelf, dan is geslacht een risicofactor. Dus meisjes ontwikkelen sneller psychische problemen dan jongens. Erfelijkheid is een risicofactor. Dus als een ouder bijvoorbeeld een depressie heeft, is de kans dat een jongere een depressie ontwikkelt groter. En verder, een individuele factor zijn persoonlijkheidsfactoren. Dus wat is het karakter van een jongere? Is iemand veerkrachtig? Hoe gaat iemand om met problemen? Piekert iemand snel? Is iemand weerbaar? En dat maakt dat je op een andere manier omgaat met de problemen die in je leven op je pad komen. En als dat iets is wat je moeilijk vindt of wat niet zo in je persoonlijkheid zit, is de kans groter dat je onderuit gaat als er iets naars gebeurt. Ook in de omgeving zijn er risicofactoren. Dus wanneer een kind komt uit een gezin wat niet volledig is of met een laag welvaartsniveau, dan is dat ook een risicofactor. We zien ook dat kinderen die een ouder hebben met psychische problematiek of verslavingsproblematiek een veel grotere kans hebben om zelf problematiek
te ontwikkelen in vergelijking met kinderen die ouders hebben die geen problematiek hebben. En levensgebeurtenissen zijn van invloed op het al dan niet ontwikkelen van problematiek. Dus dan kan je denken aan het overlijden van een dierbare, een scheiding, armoede in het gezin. Nou, tegenover de risicofactoren zijn er gelukkig ook beschermende factoren. Dus als je weet dat iemand extra kwetsbaar is en meer kans loopt, zijn er ook beschermende factoren waar je op in kunt spelen. En als je bijvoorbeeld naar het individu kijkt, dan is een voorbeeld van een beschermende factor een optimistische denkstijl. En dat is mooi, want dat is ook iets wat je kunt beïnvloeden. Dus denk je in mogelijkheden of denk je in problemen? En bijvoorbeeld een hoge eigenwaarde is ook een voorbeeld van iets wat een beschermende werking heeft. Dus als iemand onzeker is, dan is de kans groter dat er klachten ontwikkeld worden. Maar als iemand positief over zichzelf denkt, dan heeft dat een beschermende waarde voor diegene. En ook vanuit de omgeving zijn er beschermende factoren, zoals een warm en veilig gezinsklimaat. Goede kwaliteit van sociale relaties, dus heeft iemand een fijn netwerk om op terug te vallen. En dat is ook een hele belangrijke, een positief schoolklimaat. Dus als school kan je ook zeker wat bieden aan jongeren ter bescherming. Zeker dus ook voor jongeren die kwetsbaar zijn. Esther, als jij iets wilt toevoegen aan mijn verhaal, dan zwaai je maar. Het is voor ons ook even zoeken, omdat we nu allebei op een geheel andere locatie zitten. Normaal gesproken kan je elkaar even aankijken. Nou, tot dusver de risicofactoren waar u alert op kunt zijn. Wij willen ook kort wat vertellen over psychische problematiek. Hoe ziet dat er precies uit? Aan welke symptomen kan je dan denken? En we willen een aantal dingen uitlichten. Natuurlijk is er veel meer en veel breder over te vertellen. Wij zullen achteraf ook even kijken of we een aantal betrouwbare websites voor u kunnen noteren die u dan toegestuurd krijgt. Mocht u zeggen van, goh, ik wil meer weten over psychische problematiek. Nu gaan we er wat meer in vogelvlucht doorheen, omdat we ook voldoende tijd over willen houden voor het gedeelte signaleren en wat kun je doen, omdat we dan wat meer uit kunnen wisselen met elkaar. Ik start met het thema stress. Ik denk zeker in deze tijd iets wat, wat veel terugkomt bij leerlingen. Als je kijkt naar de krantenkoppen en de televisieprogramma's, dan heb ik het idee dat ik nu dagelijks wel berichten hoor over de impact van de coronacrisis op jongeren en hoeveel jongeren er momenteel onder spanning staan. Als we het hebben over stress, dat is een ander woord, de Engelse term voor spanning. En stress is niet per definitie ongezond. Je hebt in het leven een bepaalde mate van spanning nodig om lastige situaties door te komen. Stel, ik sta op de stoep en er komt ineens heel hard een auto aanrijden. Dan is het heel goed voor mij dat ik daar stress van ervaar, want dat maakt dat ik ofwel heel snel oversteek of snel terug de stoep opspring. Dus dat redt als het ware mijn leven. En als je bijvoorbeeld een examen moet maken of je hebt een eerste date of je gaat solliciteren voor een bijbaan, dan ervaar je ook stress. En dat is gezond, want dan ben je alert, je bent geconcentreerd en dan kan je die situatie tot een goed einde brengen. En als die situatie voorbij is, dan neemt de spanning ook weer af. Stress wordt ongezond als deze te lang aanhoudt, als deze te heftig is. En als de stress heel vaak terugkeert. Want dan is er onvoldoende tijd om te herstellen. En je batterij wordt alleen maar verder leeggezogen. En je hebt geen tijd om hem weer op te laden. Dus als het korte momenten van stress zijn, dan kan je weer terug opladen. Maar als je ziet dat de stress langer aanhoudt, dan is het ongezond. En dan kan je ook klachten gaan ontwikkelen. Nou, wij zeggen van in het leven zijn er dan bepaalde signalen waaraan je kunt merken, hé, mijn bord ligt te vol, ik heb last van stress. Dat is bij leerlingen natuurlijk precies zo. Dus wat dan alarmsignalen kunnen zijn, dat kunnen lichamelijke signalen zijn, emotionele signalen, signalen in het gedrag en signalen in de dingen die de jongeren denken.
Nou, bij lichamelijke signalen kan je bijvoorbeeld denken aan pijnklachten. Dus dat iemand veel meer last heeft van zijn rug, zijn nek, schouders, hoofdpijn, buikpijn. Ook slaapproblemen horen daarbij, duizeligheid, hartkloppingen. Dus als een jongere merkt van, hey, ik heb meer lichamelijke klachten dan voorheen, dan kan dat een signaal zijn van stress. Je kan het ook merken aan emoties. Dus als iemand sneller kwaad is, sneller emotioneel, zich somber gaat voelen en die emoties veranderen ten opzichte van hoe het eerder was, is dat ook een signaal van te veel stress. Nou, qua gedachten kun je denken aan het meer dagdromen, wegdromen, de problemen wat meer wegdrukken. Maar ook bijvoorbeeld negatieve, sombere gedachten. Ik ben niks waard. Boze gedachten. Ik haat mijn leven. Of perfectionistische gedachten. Ik mag niet falen. Ik moet alles perfect doen. En dat zijn gedachten die kunnen wijzen op te veel stress. Nou, de laatste gedrag. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan meer eten of juist minder eten. Meer roken, meer gebruik van alcohol, vaker ruzie hebben met de mensen om je heen, niets meer kunnen doen of juist heel druk gaan zijn. En ook dat zijn signalen die wijzen op stressklachten. Nou, hoe komt dat nu dat zoveel jongeren stressklachten ervaren? Nou ja, zojuist noemde ik al de coronacrisis, maar er is onderzoek gedaan en daarbij is aan jongeren gevraagd van waar komen die gevoelens vandaan? En daarbij gaven de jongeren aan, ik heb het gevoel dat er heel veel van mij verwacht wordt. De lat ligt heel hoog en ik heb het gevoel dat ik daaraan moet voldoen en dat geeft mij druk. En als ik goed presteer, dan wordt dat beloond. Maar als ik gewoon normaal ben, dan wordt dat niet beloond. Daarnaast wordt aangegeven van, goh, ik heb zorgen thuis. Dus dat geeft mij spanning. Dus ik heb niet alleen zorgen over hoe het met mij op school gaat en over mijn cijfers. Maar thuis speelt er ook iets wat mij spanning bezorgt. Bijvoorbeeld financiële problemen of ouders die psychische problemen ervaren. Verder wordt nog genoemd, ik mis oprecht contact of ik mis een steunnetwerk en ik heb weinig mensen met wie ik kan delen hoe het met mij gaat. Ik vind het moeilijk om mensen in vertrouwen te nemen en dat maakt dat ik me gespannen voel, want ik kan mijn ei niet kwijt. Nou, dat zijn verschillende oorzaken waardoor jongeren zich gespannen voelen. Voordat we verder gaan met het volgende thema, wil ik even vragen, als er vragen zijn, stel ze in de chat, dan kijken we of we ze direct mee kunnen pakken of dat we zeggen van, goh, we zorgen ervoor dat die informatie achteraf gedeeld wordt middels de handout die jullie krijgen. Kijk even naar Esther, ik denk van, als er belangrijke dingen zijn in de chat, dan geven we elkaar even een seintje. Ga ik door met het volgende onderwerp, dat is angst. Ook iets wat je veel terugziet. We zeiden net al, als je naar de klas kijkt, zouden dat zomaar 5 leerlingen kunnen zijn die echt forse angstklachten hebben. Ook bij angst is het weer zo dat er een verschil is tussen gezonde angst en ongezonde angst. Gezonde angst beschermt je tegen gevaar. En ongezonde angst maakt dat je je echt belemmerd voelt in het leven. Dus iemand die ongezonde angst heeft, die interpreteert situaties eerder als bedreigend. Dus een situatie die een ander niet bang zou maken, interpreteren zij als bedreigend, waardoor ze angstgevoelens en angstige gedachten krijgen. En dat hangt vaak ook samen met eerdere ervaringen. Dus als je ooit iets naars hebt meegemaakt met een hond, zul je iedere keer dat je een hond ziet toch weer even schrikken van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Nou, wanneer spreken we dan echt van een angststoornis? Je hebt heel veel verschillende soorten angststoornissen. Zoals bijvoorbeeld de gegeneraliseerde angststoornis. Dus dan zie je dat de angst op heel veel verschillende gebieden in het leven terugkomt. Je hebt ook een sociale angststoornis, dus dan heeft de angst met name betrekking op sociale contacten.
wanneer je spreekt van een enkelvoudige fobie, dan is er een angst voor één specifiek onderwerp, bijvoorbeeld hoogte of een bepaald dier. En nou, zo kunnen we een heel rijtje met angststoornissen opnoemen, maar we dachten, laten we vooral kijken van ja, wat zijn de gemeenschappelijke factoren daarin. Dus als we in het algemeen over een angststoornis spreken, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het over echt een excessieve angst en bezorgdheid die minstens 6 maanden vaker wel dan niet aanwezig is en die betrekking heeft op meerdere gebeurtenissen of activiteiten. Dus de angst moet langere tijd aanwezig zijn. Daarnaast is het voor de jongeren heel lastig om die angst goed onder controle te houden. De angst gaat gepaard met minimaal 3 van de volgende 6 symptomen. Rusteloosheid, snel vermoeid raken, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, spierspanning en slaapproblemen. En zoals dat met meerdere diagnoses is, is het ook zo dat die angst of bezorgdheid zorgen voor beperkingen in het dagelijks leven van de jongeren. Dus dat het invloed heeft op het functioneren op bijvoorbeeld school of in het gezin of in het sociale leven. Dus dat je echt ziet dat de jongeren er in het leven last van ondervindt. En als je echt een diagnose wil stellen, moet je ook altijd uitsluiten dat de problemen die je ziet niet beter verklaard kunnen worden door een ander psychisch probleem. Dus als er een ander probleem is waardoor iemand angstig wordt, dan wordt dat andere probleem is dan de diagnose met daarbij angstklachten. Ik hoop dat dat helder is rondom het onderwerp angst. Als er vragen zijn, laat het weten. Zolang wij geen oranje lampje zien knipperen van de chat, gaan wij door naar het volgende onderwerp en dat is depressie. Nou, het wordt voorspelbaar, maar ook somberheid hoort bij het leven en zeker in de puberteit, wanneer er voor jongeren zoveel verandert en hormonen hun werk goed doen, kan het zijn dat ze echt in een achtbaan zitten qua gevoelens en dat ze zich slecht kunnen gaan voelen. En wij spreken dan van een dipje, wanneer het somberheid is die bijvoorbeeld situatiegebonden is. Dus er gebeurt iets vervelends en daardoor ben je somber, dan heb je een dipje. En dat zijn gevoelens die tijdelijk van aard zijn, dus die meestal niet heel erg lang aanhouden en door middel van ondersteuning en een goed gesprek weer verminderen. We hebben het over depressieve klachten. Als je merkt dat een jongere zich niet na een paar dagen beter voelt. Er is ook niet altijd een aanwijsbare reden waarom een jongere zich somber voelt. Dus het is niet zo naar aanleiding van een overlijden of een relatie die uitgaat, dat je zegt van maar dat komt daardoor dat iemand zich somber voelt. En als iemand echt langere tijd, dus meer dan 2 weken, zich somber voelt en als het ware een soort van omlaag gezogen wordt in een negatieve spiraal van negatieve gedachtes, weinig ondernemen, dan kun je gaan denken aan een depressieve stoornis. En dan hebben we het over de volgende symptomen. Het gaat dan om 5 of meer van het lijstje wat ik zo even voor ga lezen. En die symptomen zijn dan gedurende een periode van 2 weken of langer aanwezig. En dan hebben we het over een depressieve stemming, vermindering van interesse of plezier in activiteiten die iemand voorheen wel leuk vond om te doen. We hebben het over gewichtsvermindering of juist toename. Slaapproblemen, dus ofwel heel weinig kunnen slapen of veel meer slapen dan normaal. Een gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid. Concentratieproblemen. Besluiteloosheid. Vermoeidheid. Terugkerende gedachten aan de dood of suïcidale gedachten. En een gebrek aan zelfwaardering en schuldgevoel.
En ook hier is het dus weer zo dat die klachten ervoor zorgen dat een jongere niet goed kan functioneren. Dus dat er beperkingen zijn in het sociaal functioneren of het functioneren op school. En dat deze klachten dus niet toe te schrijven zijn aan ofwel een andere stoornis of een rouwproces. Want stel iemand in je omgeving overlijdt, dan is het ook logisch dat iemand daar depressieve gevoelens bij heeft. Hopelijk weer helder zo. In het verlengde daarvan wilden we ook nog wat delen rondom zelfbeschadiging. Zelfbeschadiging is het zichzelf lichamelijke verwondingen of schade toebrengen in een zich herhalend patroon, zonder dat iemand een intentie heeft om zichzelf van het leven te beroven. En het is vaak een uiting van emoties die zoveel en zo overweldigend zijn, dat het zo moeilijk te verdragen is dat iemand zijn toevlucht zoekt in zichzelf beschadigen om op die manier met de emoties om te gaan. En er zijn verschillende vormen van zelfbeschadiging, maar wat het meest voorkomt is zichzelf krassen of snijden. En we hebben gekeken van kunnen we daar ook wat cijfers bij noemen. Naar schatting heeft 17% van de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar zichzelf ooit beschadigd. En dat begint dan meestal rond het 14e levensjaar. En je ziet het vaker bij meisjes. Suïcidaliteit is een thema wat wij ook willen aanstippen. Dat is het denken aan en bezig zijn met zelfdoding. Dus dat kunnen gedachten zijn van ik zou er liever niet meer willen zijn. Maar het kan ook zijn dat iemand al serieuze plannen aan het maken is van hoe kan ik dit doen, op welke manier zou ik dit willen doen. En dat zij ook daadwerkelijk een poging doen. Nou, qua fases zie je dan dat mensen eerst gedachten hebben over het zou beter zijn als ik er niet meer was. En dat gaat dan over naar plannen maken en naar een uiteindelijke poging. Het is soms lastig om te achterhalen of iemand suïcidale gedachten heeft, omdat mensen dat soms ook voor zichzelf willen houden en hun omgeving niet willen alarmeren. Maar je kunt het wel zien aan het gedrag. Als je bijvoorbeeld ziet dat er sprake is van perioden van extreme somberheid, van zelfverwaarlozing, extreem veel slapen of slapeloosheid, het gebruik van drank of drugs, verslechterde schoolprestaties of sterke stemmingswisselingen, dus heel prikkelbaar zijn, agressief, heel snel huilen of juist heel erg teruggetrokken en in eigen schulp kruipen. Dat kunnen signalen zijn dat er meer aan de hand is. En wat ook een signaal is, is dat mensen bijvoorbeeld hun persoonlijke bezittingen gaan weggeven. Bezittingen waar ze tot voor kort veel waarde aan hechten. Het kan ook zijn dat mensen het zeggen of laten weten van ik wil niet meer verder, door bijvoorbeeld te zeggen voor mij hoeft het niet meer, ik zie het niet meer zitten, wie zou mij nu missen? Nou, het is belangrijk om alert te zijn op zulke uitspraken en die niet te negeren en daar navraag naar te doen. Ik zie dat Esther wat wil toevoegen. Er komt een goede vraag in de chat binnen. Ik denk dat het goed is dat we daar even naar kijken. Want dat is denk ik een vraag die veel voorkomt. De vraag die binnenkomt, iedereen kan hem mogelijk lezen. Maar de vraag is, je hoort bij snijden vaak, met name bij meisjes, dat het ook kopieergedrag kan vertonen. En dat is een lastige, hoe moet ik dat zien? Daar wil ik wel wat op antwoorden. Ik weet niet of dat oké is. Klopt, je ziet vaak dat het binnen bepaalde groepen of jongeren die met elkaar omgaan, dat het veel voorkomt en vaker voorkomt. Als wij binnen de afdeling, zeg maar, wij ook behandelingen bieden en veel dit soort jongeren tegenkomen, dan bespreken we ook het netwerk en dan zien we ook dat die invloed best groot is. Dus het is terecht dat daar kopieergedrag in zit. Daarom is het denk ik ook heel belangrijk, juist voor school, om die signalering goed te hebben.
Want als ergens een jongere daarmee worstelt met zelfbeschadigend gedrag, dan is de kans groot dat het in een netwerk zit waar dat misschien ook plaatsvindt. Dus van daaruit is de preventie en het zicht daarop heel erg belangrijk om gevoelens van somberheid, et cetera, dus bespreekbaar te maken. Ja, dus het bespreekbaar maken, het blijft een lastige. En je ziet ook wel dat ze elkaar opzoeken. Dus dat is natuurlijk ook een andere kant. Ook via sociale media, maar ook op school, zeg maar. Dat, ja, het lijkt elkaar aan te trekken. Dus signalering daarin en bespreekbaar maken is het belangrijkste. Nou, mocht dat nog toelichting vragen, dan zie ik het in de chat komen graag. Er wordt al gezegd, dank je. Dus ik ga ervan uit dat het een volledig antwoord was. Dank voor deze vraag, want dat maakt het voor ons ook juist mogelijk om in te spelen op dingen die bij jullie spelen. Nog even tot slot rondom het onderwerp suïcidaliteit hadden we ook nog wat cijfers op een rijtje gezet. Van de jongeren denkt 10% wel eens aan suïcide, vind ik echt veel. En doet 1 op de 25 jongeren wel eens een suïcidepoging. Dus als je inderdaad kijkt naar de klas, zou dat betekenen dat dat gemiddeld 1 leerling per klas is. Per jaar zijn er in de leeftijd van de jongeren van 10 tot 20 jaar gemiddeld 50 suïcides. En als je kijkt naar jongeren en jongvolwassenen, dan is suïcide doodsoorzaak nummer 1. En later vandaag komen we ook nog op dit onderwerp terug en zullen we ook wat nader bespreken van wat kan je nu doen als iemand suïcidale gedachten heeft of als je dat vermoeden hebt. Ja, ik zie ondertussen nog iemand die een technische tip in de chat deelt. Daarbij wordt gezegd, wij kunnen niet alle chatberichten zien. Dat kan pas als je bij de chat instelt bij het versturen to all panelists and attendees. Dus als je iets wilt delen in de chat waarvan je wilt dat iedereen dat kan zien, moet je even alert zijn dat je dat inderdaad aanvinkt. En dat geldt voor ons precies zo. Dus als wij iets aan jullie willen sturen, dan zullen wij daar ook even alert op zijn dat we het naar de hele groep sturen en niet alleen naar elkaar als begeleidersgroepje. Dus dank voor deze toevoeging. Nou, dit was in vogelvlucht de theorie die we met jullie wilden delen rondom psychische problematiek. Nou, ja, zoals gezegd ontvangen jullie dit ook achteraf om nog terug te lezen. Willen jullie het allemaal even goed op een rij hebben. Kijk, ik zie dat er nog een vraag binnenkomt over wanneer professionele hulp op gang komt. En ik denk dat deze vraag misschien handig is om die even te bewaren wanneer we aan de slag gaan met het onderwerp wat kun je doen. Eens, Esther? Ja, eens. En ik denk wel, volgens mij is die alleen naar ons gestuurd. Dus we houden hem even in de gaten. Ja. Ik ga even een notitie maken dat we daar zo meteen nog eventjes op terugkomen. Oké. Daar komen we zo meteen op terug op deze vraag. En dan stel ik voor dat we nu overgaan op het onderwerp signaleren. Dus hoe kan je nu met deze kennis in je achterhoofd in de klas of nu op afstand merken dat er mail speelt bij een leerling? En daar gaat Esther wat meer over vertellen. Ja, als je kijkt naar jongeren en leerlingen, en zeker op de school, op het voortgezet onderwijs, in de leeftijd, dan zitten ze volop in de puberteit. En Renate zei het eerder al, dat is een rollercoaster, zeg maar, waarbij heel veel dingen gebeuren in het lichaam en ook sociaal. Wat dan belangrijk is om te beseffen, is dat het stukje emotionele brein, zeg maar, overactief is in ontwikkeling naast de ratio. Dus dat maakt dat de gevoeligheid en de kwetsbaarheid voor klachten of psychische klachten of ervaren van stressklachten sneller te ontwikkelen zijn. Je ziet dat deze ontwikkeling na de 17e weer wat lijkt af te nemen. Dus dan lijken ook de aanpak van klachten weer wat geleidelijk aan minder te worden. Typerende dingen die je in de puberteit ziet is dat mensen op zoek zijn naar een eigen identiteit.
vanuit de hormonen natuurlijk stemmingswisselingen kunnen hebben. Zoals het Loesje tekst al laat zien, jongeren gaan zich afzetten tegen ouders. En mogelijk ook nog tegen andere volwassenen of leerkrachten. Het kan zijn dat er verminderde prestaties komen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met andere prioriteiten. Dat ze wat meer gaan terugtrekken of meer onzekerheid ervaren. En dat ze gaan experimenteren, grenzen opzoeken. En dat interesses kunnen veranderen. Dus dat zijn dingen die veranderen in de puberteit, waardoor ze in een behoorlijke rollercoaster kunnen zitten. Als je dan kijkt naar wat zijn dan signalen, zitten die ook op verschillende vlakken. Renate heeft zojuist al wat verteld hoe dat bij stressklachten en andere psychische klachten is. Maar ik zal de signalen nog eens opnieuw benoemen per onderdeel, omdat dat heel belangrijk is om dingen te signaleren. Daarbij is het wel een kanttekening dat sommige dingen natuurlijk voor jullie als leerkrachten niet goed te signaleren zijn. Omdat dat zich in de thuissituatie bevindt. Maar het is wel goed om te weten dat die signalen in ieder geval signalen zijn, mocht je er iets over horen. Als je kijkt naar signalen op lichamelijk vlak, dan valt daar het slapen onder. Dus te veel of te weinig slapen en vermoeidheid. Traag of juist onrustig gedrag. Dat kan ook in beweging zitten. Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, dus lichamelijke klachten. Je hebt ook spanningsklachten die vaak in spierklachten uiten. Eetpatroonveranderingen zijn van belang. En dan kun je ook nog jongeren hebben die last hebben van ademhalingsproblemen, dan wel hyperventilatie en lichamelijke veranderingen zoals hartkloppingen, zweten, duizeligheid, rillerig worden, dat soort klachten. Als je dan kijkt naar signalen op emotioneel vlak, moet je vooral denken aan het verlies van interesses, het sombere stemming of een verdrietige stemming. Het kan ook een angstige stemming zijn, maar je ziet vaak in eerste instantie in ieder geval een daling van het stemmingsniveau. Het kan ook zijn dat de stemmingswisselingen optreden die sterker worden. Moeite hebben om een toekomstperspectief te kunnen zien. Dat heeft ook te maken met het overvloed aan druk en informatie wat jongeren ervaren. Geen faalangst en piekeren en paniekklachten. Jongeren kunnen situaties gaan vermijden. Dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld het vermijden wordt van opdrachten of toetsen waar beoordelingen van komen, omdat ze die beoordelingen niet willen of heel lastig vinden. Ze kunnen zich waardeloos gaan voelen of schuldig voelen. Met het schoolwerk kan het zijn dat ze concentratie- en geheugenproblemen gaan ervaren. Ze kunnen gespannen en besluiteloos zijn of meer geïrriteerde en boze gevoelens gaan ervaren of uitingen kunnen laten zien. Als je dan kijkt signalen op het sociale vlak, dan zie je dat op school prestaties kunnen gaan, dus gewoon de leerprestaties kunnen gaan verslechteren. Daarbij in het gedrag zie je dan dat ze bijvoorbeeld dingen gaan vermijden of spijbelen of schoolverzuim kunnen laten zien. In gedrag, niet wenselijk gedrag is bijvoorbeeld alcoholgebruik of drugsgebruik wat gaat toenemen. Criminaliteit of grensoverschrijdend gedrag. Er kunnen meer problemen thuis ontstaan. En jongeren kunnen zich ook isoleren en zich juist sociaal van een groep weghouden. En dat kan dus zowel live als dat via alle sociale media mogelijkheden gaat. Nou, dan is het natuurlijk belangrijk als die signalen een beetje in kaart gebracht zijn. Van wat zijn nou, wanneer is het nou zorgelijk? Wanneer is het belangrijk dat je een signaal als zorg oppakt? Het is natuurlijk sowieso heel belangrijk, als jullie kennen de leerlingen natuurlijk zelf het beste. Maar het is altijd goed om even met je collega te checken of even te toetsen van, hey, is dit nou opvallend? Of is het een passen bij de ontwikkeling in de leeftijd van de jongeren? Nou ja, wat je moet afvragen, als je wil kijken, is het zorgelijk? Zijn dan bijvoorbeeld vragen van, hoe lang is dit al aanwezig? Hoe lang zie ik deze signalen al? Daarbij zie ik deze signalen alleen op school of hoor ik ook dat het op meerdere vlakken zichtbaar is. Dan is het goed om ook rekening te houden met de risicofactoren. Dus dat zijn de risicofactoren die eerder genoemd zijn. Het is natuurlijk van belang dat risicofactoren zijn, maar dat betekent niet dat anderen het niet kunnen krijgen. Dus wees natuurlijk altijd open-minded. Maar goed, de risicofactoren zijn natuurlijk wel onderzocht. Dus het is wel goed om dat even te checken. En daarnaast dus ook de beschermende factoren die eerder aanwezig of voorbij zijn gekomen in de presentatie. Dus kijken in welke mate die aanwezig zijn.
Nou ja, het zorgelijkste is als dus meerdere signalen die we zojuist besproken hebben tegelijk aanwezig zijn. Of dat ze heel sterk aanwezig zijn. Dus als de bepaalde signalen heel erg naar voren komen en heel moeilijk te doorbreken zijn, dan wordt het een zorgelijke ontwikkeling. Daarbij moet je het altijd afzetten tegen de normale leeftijdsontwikkeling. Dus daarom is het ook goed om daarover met collega's in overleg te gaan. Verder is het, kan het zorgelijker worden als jongeren daar moeilijker op aan te spreken zijn op bepaalde gedragingen. Dus dan zul je ook daar alert op moeten zijn. En als er veranderingen plaatsvinden op meerdere levensgebieden. Dus dat zijn signalen waar je op moet letten. Nou, we hebben twee voorbeelden genoemd als voorbeeld hoe een jongere kan zijn. Want het is natuurlijk heel uiteenlopend. Maar wat je heel veelal ziet is bijvoorbeeld een jongere die wat bozer of drukker kan worden. Je ziet vaak dat deze jongeren wat meer, dat noemen we externaliseren. Dus wat meer extravert naar buiten gedrag laten zien, wat meer de gedragsproblemen, wat agressie, problemen in het contact of in ieder geval adequaat het contact aan te gaan. Die eigenlijk ook vooral alles af willen weren, ook de gevoelens af willen weren. Je ziet het vaker bij jongens, dit gedrag. Nogmaals, dat is ook weer niet dat dat niet bij meisjes kan, maar dit is vaker bij jongens aanwezig. Zij hebben vaak, uiten vaak verdriet en depressie niet zo zeer als emotie naar binnen, maar meer als irritatie naar buiten. Een andere type leerling wat ook veel voorkomt, die uit ervaring wat ik weet minder snel herkend wordt als een probleem, maar wel heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden, dat is de stille en teruggetrokken leerling. Dat zijn de leerlingen die eigenlijk prima lijken mee te deinen in het schoolse of in online dan hoe het op dit moment gaat. Maar ze hebben wel veel meer een introvert gedrag, dus heel erg naar binnen gericht. Ze zijn bescheiden en lijken ook waarschijnlijk weinig problemen te hebben met de omgeving. Maar kunnen wel lichamelijke klachten hebben. Je ziet dit gedrag vaker bij meisjes voorkomen. Ik zit even te kijken, want ik ben even afgeleid door de vragen onderin. Maar ik wacht even tot Renate een seintje geeft of we daar nu bij stil kunnen staan. Ik ga vooralsnog even. Renate, zeg het. Ja, er wordt in de chat opgemerkt dat het voor docenten en mentoren lastig kan zijn om te signaleren, zeker als leerlingen een masker opzetten en keihard hun best doen om alles maar te verbergen. Dus hier wordt opgemerkt van het is ook belangrijk om goed contact te houden met ouders. En dat ouders weten als ik me zorgen maak om mijn kind, dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. En daarnaast wordt ook aangegeven dat het voor leerlingen ook belangrijk is om te weten dat als zij zich zorgen maken over een medeleerling, dat zij dan ook weten wat ze moeten doen. En dat ze dat dus aan kunnen kaarten bij iemand van school. Dus, een dankjewel. Waardevolle aanvulling. Dankjewel, fijn. Nou, dan hebben we zeg maar twee voorbeeldleerlingen eruit gepakt. Maar er zijn natuurlijk allerlei verschillende varianten. Signaleren is dus altijd een hele belangrijke taak. Nu zitten we natuurlijk in coronatijd, dus wilden we ook even stilstaan bij het feit van wat doe je nou aan signaleren op afstand of waar kun je dan op letten? Want dat is toch ook nog weer een stukje lastiger dan dat je dat in de klas kan doen. Want dan zie je de dynamiek ook met andere leerlingen veel beter. Als je op afstand op signalen wil letten, is het heel belangrijk dat je in de gaten houdt of jongeren hun camera aan of uit hebben. Dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk wat er in die les verwacht wordt. Er zijn jongeren die echt de camera niet aan willen. Dat zijn ook juist vaak jongeren die onzeker zijn of die niet zo voor een camera willen zitten. Dus dat is wel belangrijk om te weten, past het bij de jongeren of is dit, moeten we ons zorgen maken nu? Dat is hetzelfde als inbreng middels geluid uiteraard. Het is goed om, mocht daar zicht op zijn, dat is natuurlijk altijd maar de vraag, want je hebt van die prachtige achtergronden. Maar als er een zicht op is, is het goed om te kijken of de omgeving van de jongeren onrustig is. En ook of de jongeren rustig en geconcentreerd de les kan volgen. Of dat het dus onrustig in de omgeving van de jongeren is.
Dan is het goed om te kijken, jullie als leerkrachten kennen de jongeren uiteraard ook vanuit school, de situatie. Dus signaleren jullie ander gedrag als het op afstand is. Nou is dat anders, maar er zijn altijd wel signalen die je een bepaald gevoel geven van hey, deze jongeren die lijkt anders te gedragen dan als ik die in de klas heb. Dus dat is goed om op te merken. Jongeren hebben een slechtere concentratie online. Nou is dat, hoorde ik volgens mij vanochtend nog weer in het nieuws, dat was weer zo'n bericht over jongeren en online les, dat die concentratie echt moeilijker vast te houden is bij online les. En ook de motivatie moeilijker is. Dus dat is natuurlijk wel een signaal, maar dat is ook iets wat heel breed speelt op dit moment. Daarnaast is het nog dat het maken van het schoolwerk achterblijft of minder makkelijk gaat worden. En wat ook nog belangrijk is, is om te letten op ADL-factoren. Dat zijn, ADL is de algemene dagelijkse levensbehoefte. Dus dat heeft met de zelfzorg te maken. Zit iemand in zijn bed? Zit iemand met ongekamd haar, ik noem maar iets. Of is het pyjama, maar ik heb geen idee hoe de leerlingen voor het beeld komen. Maar het is belangrijk om te kijken of je ziet dat iemand er klaar en paraat bij zit. Of iemand denkt... ik kom net 2 seconden uit mijn bed gerold om 3 uur 's middags. Nou ja, dat zijn signalen waar je op kan letten. Daarbij is het ook goed, en als leerkracht ken je natuurlijk vaak ook, of in ieder geval op een bepaalde mate, de ouders of de systemen. Dus het is heel belangrijk om ook in deze tijd juist rekening te houden met de gezinssituatie. Want er spelen natuurlijk op verschillende gezinnen spelen er factoren van geld kwijtraken of baan kwijtraken, financiële problemen. Maar ook met z'n allen thuis zitten. Broertjes, zusjes die misschien allerlei onrust veroorzaken, et cetera. Dus het is heel belangrijk om dat ook goed mee te nemen in het online gebeuren. Nou, we hebben om het wat interactiever te maken. En dan ga ik dadelijk weer even, Renate, die heeft alle technische dingen gedaan. Hebben we de Mentimeter gemaakt. Om eens met jullie daarover in een gesprek te komen. Van... hoe zien jullie dat en wat zijn dingen die jullie opvallen? Dat klopt. Voor de Mentimeter hebben jullie je mobiele telefoon nodig. En ik ga even onze Mentimeter klaarzetten. Dus als de mobiele telefoon nog niet in de buurt is, hebben jullie nu eventjes tijd om die te pakken. Dan ga ik onze Mentimeter-presentatie opstarten. En als er nog vragen zijn over het eerste gedeelte, dan kunnen die nu ook nog gedeeld worden in de chat. Als het goed is, zien jullie nu de Mentimeter in beeld? Klopt dat? Ja, gelukkig. Ik voel nu wel wat druk nu ik verantwoordelijk ben voor het technische gedeelte. We moeten een aantal keer switchen van scherm. En wat nu de bedoeling is dat u op uw mobiele telefoon naar de website www.menti.com gaat. Ik zie iemand die supersnel is. En de code invoert die in beeld staat, dus 5870065. En dan kunt u meedoen aan dit interactieve gedeelte. Lukt dat niet, dan kunnen de antwoorden uiteraard ook in de chat gedeeld worden. Dan houden wij die ook even extra in de gaten of daar nog antwoorden, suggesties gedeeld worden. Nou, we zien zo... Ah, een vraag. Kan je de Mentimeter op present zetten? Ik ga eens even kijken, want we willen natuurlijk wel dat het goed te lezen is.
Dank voor de tip. Ik ben nu wel, doordat ik een full screen heb gezet, mijn eigen cameraatje kwijt. Ja, nu zie ik mezelf weer. Kijk, en ondertussen zie ik ook dat er flink gebruik wordt gemaakt van de Mentimeter. Iemand vraagt: wat is de code? De code staat in het scherm. Ah, kijk, top. Iemand heeft hem al gedeeld in de chat. Dus de code is 5870065. In de chat ook terug te vinden. Ik begrijp dat onze hoofden precies voor de code stonden. Maar als het goed is, zijn wij te verschuiven. Dus als wij op een ongunstige plek staan met ons hoofd, dan kunnen we naar een ander hoekje geschoven worden. Nou, we zien hier in beeld dat het overgrote merendeel tot nu toe wel eens het vermoeden heeft gehad dat er meer aan de hand is met een leerling. En dat een klein groepje zegt van, goh, nee, dat vermoeden heb ik nog niet eerder gehad. Ik hoop dat het iedereen gelukt is om erbij te komen. Dan gaan wij ook zo door naar de volgende slide. Mocht er nog iemand reageren, maar niet in de Mentimeter komen, dan kan dat in de app of in de chat. Dan zullen we die bekijken. Klopt. Ik ga nu door naar de volgende vraag. Als u nu op uw mobiele telefoon niet mee verhuist met ons naar de volgende vraag, dan staat er ergens in beeld Go to Slide. En dan komt u op dezelfde dia uit waar wij momenteel zitten. En de vraag nu is, zo ja, nou, we hebben gezien dat een grote groep mensen gezegd hebben, ik merkte iets, wat dan? Nou kijk, jullie weten hoe het werkt, zie ik. Er komen nu in een razend tempo antwoorden binnen. En ik zie ook dat veel van wat jullie gesignaleerd hebben ook overeenkomt met wat wij zojuist aan signalen hebben gedeeld. Dus ik zie een aantal keer bijvoorbeeld het uiterlijk. Hè, ligt natuurlijk ook heel erg aan het oppervlak. Dus dat is wat lastiger te verbergen voor de jongeren. Dus hè, onverzorgdheid, vermoeidheid, persoonlijke verzorging wordt meerdere keren gedeeld. Ook emotionele signalen worden gedeeld, zie ik. Dus snel verdrietig zijn, humeurig zijn. Ik blijf in hetzelfde beeld, Renate. Heb jij dat ook? Of kun je naar beneden scrollen? Oké. Okay. Ja. Ah ja, nee, ja, dat kan ik niet. Waarschijnlijk, ja. Ja, oh, ja, ook, niet kijk, ja, nog veel meer. Stil zie ik ook. Vaak terugkomen, teruggetrokken gedrag. Ik zag ook ergens net Battlefield onderin staan, maar ik weet niet of dat nog een toevoeging had. Die stond net bij de bovenste. Ja, bij de bovenste, ik probeer hem ook onderin zoeken. Ja, hier zie ik hem. Ja, ik ben benieuwd wat dat dan, wat iemand daarmee bedoelt. Maar dat is misschien mijn vraag. Dus misschien dat het in de chat kan. Of, dat kan in de chat gedeeld worden dan. Nou, er worden heel veel signalen gedeeld. Ik zie ook ergens zag ik gauw tussendoor komen signalen van een gymdocent. En dat is ook belangrijk, zeker als het natuurlijk schoolgang is gewoon. Gymlessen kunnen een behoorlijke impact hebben bij onzekere of sociaal angstige jongeren.
Dus dat is wel een les, zeg maar, die veel dingen naar boven kan brengen. Of veel signalen naar voren kan brengen. Dus dat is belangrijk. Ja. 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 Nou, er wordt heel veel gedeeld, ook rondom eten, wat leerlingen meebrengen naar school, waar je dan in de pauze wellicht nog zicht op hebt. Ja, is nu wat lastiger natuurlijk. Ook ongemotiveerdheid, slechtere cijfers halen, ongeïnteresseerd zijn. Dus komt ook voor een groot deel overeen met de signalen die wij al eerder delen. En goed om te zien dat jullie daar dus alert op zijn en dat jullie dit opmerken, ook bij de leerlingen die dus stiller zijn. Dat jullie toch opmerken van, hey, dit kan erop wijzen dat er meer aan de hand is. Omdat hier volgens mij wel redelijk consensus over is, stel ik voor dat we doorgaan naar... En misschien ook één ding even benoemen. Want we hebben, ik zie een aantal dingen voorbij komen, ook rondom het eten, zeg maar. We hebben natuurlijk niet etenproblematiek benoemd als een probleem. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om te beseffen dat dat ook een onderdeel is. Dat er veel jongeren met eten worstelen en eetproblemen. Dat kunnen symptomen zijn van angst- en stemmingsklachten. Maar dat kan natuurlijk ook een op zichzelf staand probleem zijn. Dus ik zie die ook veel voorkomen als signalen. Dus dat is een belangrijke ook, het eten. Of afvallen daarin. Ja. Of juist aankomen, hè. Ligt er wat de problemen zijn. Ja. Ik ga even door naar de volgende. En dat is een casus. Als het goed is, zien jullie de casus nu in beeld. Maar ik zal hem ook even toelichten. We hebben een casus geschreven. Daar gaan we jullie een aantal vragen over stellen. En aan de hand van die casus gaan we ook kijken van wat kan je nu doen als er iets aan de hand is. De casus. Maya is 14 jaar, ze zit in HAVO 2. Op school werd ze altijd gezien als vrolijk en positief. Het schoolwerk ging prima. Ze heeft een aantal goede vriendinnen. Komt uit een intact gezin, is de oudste van 3. Maar sinds de coronacrisis vallen er enkele dingen op. Tijdens de online lessen merken de docenten dat er rumoer is op de achtergrond. Ze zet dan ook vaak de microfoon en het beeldscherm tussendoor uit. En ze is online minder actief dan in de klas. En een vriendin heeft bij een docent aangegeven, ik maak me zorgen om mij, want ze is minder actief op de socials. En ze heeft mij geappt dat alles haar te veel is. Maar naar de docenten toe is Maya even vriendelijk en lief als altijd. Dit is onze casus. En daar hebben we zo meteen wat vragen bij. Dus ik hou heel even mijn mond, zodat jullie hem even in je op kunnen nemen. En dan gaan we door naar de vragen die wij hebben bij deze casus. En vraag 1 is, zou u in dit geval actie ondernemen? Dat is wel heel duidelijk. Iedereen geeft aan, op basis van dit verhaal zou ik iets gaan doen. Maar de vraag is dan natuurlijk wat, daar komen we zo ook nog op terug. Wat we allereerst willen weten, hè, jullie geven allemaal aan van dit is wel een verhaal waar ik door in actie zou komen. Wat is het dan wat u aan deze casus het meest zorgelijk vindt? Nou,
Er worden hier meerdere dingen vanuit de casus genoemd. Dus de verandering van wat ze laat zien. Dus het gedrag nu ten opzichte van hoe het eerder was. Het afsluiten voor interactie die eerder wel belangrijk voor haar was. Dat vriendinnen het komen melden. Het rumoer op de achtergrond wordt genoemd. Kijken of ik er nog één mis. Het uitzetten van de microfoon als er rumoer is op de achtergrond. De onrust thuis. Er is blijkbaar iets aan de hand daar. Volgens mij komen alle dingen die we erin gezet hebben ook voorbij als zorgelijk. Dus ik ben heel blij om dit allemaal voorbij te zien komen. Ja. Dat de dingen eruit komen die wij ook als zorgelijk zouden kunnen zien. En daarbij denk ik is het goed te noemen. Eentje die niet zo vaak terugkomt. Ik heb me wel een paar keer voorbij zien komen. Is zeg maar de uitspraak die ze doet. Ik heb zelf de casus even het laatste zinnetje niet voor me. Maar wij komen dadelijk nog op terug bij... Ja. De uitspraak die ze doet naar haar vriendin dat alles te veel is geworden. Ja, dat alles te veel is, zeg maar. Dus het alles... Wordt een aantal keer ook genoemd. Van, hè, wat ze aan haar vriendin heeft toevertrouwd, is voor mij als docent reden om me zorgen te maken. Ja. Oké. Nou, volgens mij zijn we het hier ook wel over eens. Dus ik ga weer door naar de volgende. Wat zou u doen in dit geval? Er wordt al veel gedeeld. Ik zie dat de mentor vaak genoemd wordt, het zorgteam ook. Dus eerst overleggen met een collega informeren. En daarnaast wordt ook vaak genoemd juist eerst het gesprek aangaan met de leerling zelf. Eventueel in combinatie met ouders of samen met haar vriendin die zich zorgen maakt. Hier wordt aangegeven eerst met Maya, dan met ouders en ook bij collega's navragen wat ze zien. Misschien is het goed hierbij aan te vullen, kan het natuurlijk verschillend zijn welke rol je hebt ten opzichte van de leerling. Dus een mentor kan misschien andere stappen maken dan een leerkracht die voor een bepaald vak betrokken is. Of een andere een professional op school of iemand die er werkt. Dus dat maakt ook wel dat er natuurlijk verschillen zijn wat je eerst doet of welke stap je eerder kan nemen. Ja, zeker. Maar als ik het zo snel bekijk, dan heb ik het idee dat het een beetje 50-50 is van ofwel je bespreekt het eerst binnen school met collega's van goh, hè, zien jullie deze signalen ook? Ofwel je zoekt direct contact met de leerling en of haar ouders. En daarbij zie ik ook wel dat er dan een volgorde aan wordt gebracht van goh, gewoon eerst in gesprek met de leerling, ik zie iets, ik maak me zorgen. En in een latere fase met de ouders. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van welke signalen je ziet, hoe snel je de ouders in gaat schakelen. Dus ik denk voor haar, voor beide methodes is natuurlijk wat te zeggen. Ik denk dat het heel...
normaal zou moeten zijn om zo'n gesprek aan te gaan. Ik kan me voorstellen dat als het over iets gaat, zoals psychische problematiek of suïcidaliteit, dat je een drempel ervaart van, oh, schrikt de jongeren dan niet als ik dat ter sprake breng? Of bijvoorbeeld in het geval van suïcidaliteit breng ik iemand niet op een idee als ik vraag of diegene wel eens aan zelfdoding denkt. En ik denk dat het zo superbelangrijk is om dat gesprek aan te gaan, dat je die angst echt niet hoeft te hebben. Je kan iemand niet op een idee brengen alleen door dat woord te noemen. Dus het gewoon op korte termijn een gesprek aangaan is heel erg belangrijk. En ik kan me voorstellen dat het prettig voelt om wat meer zekerheid te hebben door eerst even bij anderen te informeren. Maar ik zou zeker niet te lang wachten met het aanspreken van de leerling. En zoals eerder ook al in de chat werd gezegd, van het is ook belangrijk om daarbij een goed lijntje te hebben met thuis, met de ouders. Omdat die mogelijk ook weer andere dingen signaleren die voor een docent wat lastiger op te merken zijn. En zeker als de signalen zorgwekkend zijn, is het belangrijk dat ouders ook op de hoogte gebracht worden. En ik denk daarbij dat het goed is om inderdaad ook bewust te zijn dat het nu natuurlijk anders is om zo makkelijk een gesprek aan te knopen met jongeren dan dat het is als je iemand in de klas ziet. Dan kun je even iemand kort aanspreken. Dus dat is wel goed om te bekijken, hoe doe ik dat dan handig? Hoe ga ik dat gesprek met die jongeren aan zonder dat ik daar aan publiek digitaal in Teams of welk medium dan ook iets over zeg. Dus dat is dat lijkt me wel goed om daar bewust van te zijn, hoe je dat kan doen. Ja, hier in de chat werd ook genoemd het videogesprek aangaan. Er werd vrij snel aangegeven van dat is een manier waarop ik te werk zou gaan. Hier wordt verder genoemd van ik denk dat het ook gevaarlijk kan zijn om direct de ouders te betrekken in verband met eventuele problematiek thuis. Ja, ik denk ook, we zullen dadelijk nog wat concrete dingen noemen. Dus we hebben nog een staartje met wat informatie over wat je do's en don'ts, zeg maar. Het is heel belangrijk als je het gesprek aangaat, ook met ouders, om rekening te houden met de situatie thuis. Want dat kan uiteenlopend zijn van heel steunend en warm naar een best wel complex gezin. Dus dat moet je zeker rekening mee houden. Het is over het algemeen wel zo hoe wij dat hanteren. Sommige dingen zijn natuurlijk gewoon noodzaak om wel te bespreken. Ja, dan heb je het wel echt over heftige problemen als zelfbeschadiging. Maar dat zou nog niet direct horen, maar suïcidaliteit natuurlijk wel. Dat moet je gauw delen. Ja. Nou, maar goed dat jullie allemaal aangeven van, als ik me zorgen maak, dan kom ik in actie. En dan dat jullie ook snel dingen kunnen benoemen van, dit zijn stappen die wij zouden zetten. Er wordt nog iets genoemd in de chat over het voorzichtig omgaan met informatie die je krijgt via de vriendin. Die dit mogelijk in vertrouwen heeft gehoord. En in de chat wordt gezegd van eerst met vriendin overleggen of je bij de leerling aan mag kloppen. Ja, en wat je ook kan doen, want vaak is iets wat de leerling noemt al een bevestiging op signalen die je zelf als leerkracht misschien ook wel hebt. Dus dan kun je het contact alsnog aangaan vanuit de observaties of de signalering die je zelf hebt bemerkt als leerkracht. En dan laat je dat stukje van de vriendin weg, maar is dat voor jezelf gewoon een bevestiging. Ja. Dat je de dingen die je ervaart of ziet misschien wel echt wel zorgelijk zijn. Maar goed, uiteraard als je iets over die vriendin bespreekt, dan moet die op de hoogte zijn dat je dat doet. En die moet er akkoord mee zijn. Ja. Nou, tot dusver het interactieve gedeelte, zodat wij toch ook even uit de zaal konden horen van, hoe gaan jullie te werk als jullie denken dat er meer aan de hand is. Wij hebben daarvoor ook nog wat dingen op de sheets gezet. Ik kijk ondertussen ook nog even naar de tijd, want we hebben nog een kwartier. We hadden nog een filmpje wat we met jullie wilden delen over het signaleren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. Ik ga even improviseren, maar mijn voorstel is om dat filmpje toe te sturen. Het is een filmpje van 2 minuten wat jullie heel gemakkelijk in eigen tijd kunnen bekijken en om nu direct door te gaan naar de tips die wij nog op papier hadden. Akkoord?
Esther, ja, ik moet alleen met jou overleggen nu. Helemaal goed. Dat filmpje dat is makkelijk op eigen moment nog eens te bekijken. Ik wil wel, ik wil wel het advies geven dat... Oh, we zijn de presentatie kwijt. Ja, die moet ik nu eventjes opnieuw gaan delen. Dus als het goed is, komt die zo weer in beeld. Nou ja, ik kan wel het advies geven om dat filmpje te bekijken. Dat is een aantal minuten, maar dat geeft wel weer hoe belangrijk het is om over een moeilijke onderwerp in gesprek te gaan, met name over suicidaliteit. Dus aanvullend is dat heel prettig om te zien. Ik wil nog even met jullie verder deels stilstaan bij de do's en de don'ts. Dus wat is nou handig om wel te doen als leerkracht, of überhaupt iemand, maar voor jullie in de rol als leerkracht of betrokkenen vanuit school? En wat kun je beter niet doen? En het heeft heel erg te maken met je eigen houding en je eigen manier van omgaan met de situatie. Nou ja, allereerst belangrijke dingen. Wat kun je doen als je zorgelijke signalen hebt? Het belangrijkste is dat je aan bonding doet. En daar bedoelen we mee dat je aangeeft bij de jongeren dat de jongeren het wel zelf moet doen, maar niet alleen hoeft te doen. Dus dat je kan ondersteunen. Je kunt niet beloven dat je het voor de jongeren kan doen, maar wel dat je het met de jongeren kan doen. Daarbij is het heel belangrijk dat je je eigen stemming gewoon behoudt zoals die is. Dus dat je niet meegaat treuren, zeg maar, met de jongeren. Wel benoemt dat je de wijze of de dingen die een jongere vertelt, dat het je raakt of dat het heel naar is. Maar ga zelf in emotie niet mee met hoe de jongere zich voelt. Nou ja, belangrijk is ook dat je doorvraagt of dat je zelf een stap naar een leerling zet. Dus dat is aan de hand van die signalen. En dat is extra belangrijk bij leerlingen die ze dus wat meer introvert zijn, wat meer teruggetrokken zijn. Dus die stap mag je vragen, of die stap kun je zetten. En doorvragen is vaak wel wat jongeren juist wel prettig vinden. Er is wel een angst om dingen bespreekbaar te maken. Maar het belangrijkste voor jongeren is dat ze gezien worden en gezien worden in hun zijn. En dat is dus met doorvragen kun je dat heel goed doen. Daarbij is het belangrijk dat je de ander of de leerling in dit geval ook laat weten dat wat ze voelen ook mogen voelen. Het kan heel vervelend zijn dat ze zich rot voelen of somber of gestrest voelen. Maar het is belangrijk om dat gevoel te valideren. Dus om aan te geven dat het gevoel wat er is oké is. Misschien niet per se prettig is, maar wel oké is. En daarbij is het heel belangrijk om als je dingen niet begrijpt of niet snapt, om daar eerlijk over te zijn. Om ook te noemen van, leg het nog eens uit of wat bedoel je precies, en daar oprecht in te zijn. Dus dat zijn belangrijke dingen die je kunt doen. Dan hebben we ook nog dingen die je beter niet kunt doen, dus de don'ts. Belangrijk dat je niet de situatie onderschat. Dus het probleem niet onderschatten van de jongeren waar ze mee komen, want het zit vaak in hun beleving. En dat is toch wel, daar gaat het om uiteindelijk. En daarbij ook belangrijk dat je de relatie die je hebt als leerkracht of als andere betrokkenen van school, die je hebt met de leerling. Dat is heel belangrijk dat je die relatie al op waarde schat en niet onderschat. Wat ik net al zei, vooral niet meegaan in emotie en stemming van de jongeren. Dus niet het gedrag gaan spiegelen. Maar vooral jezelf daarin blijven. Ook wat jongeren soms heel lastig vinden, is als het te voorzichtig of te beduttelend besproken wordt of nagevraagd wordt. Dus probeer dat vooral niet te doen, zeker niet bij jongeren in de puberleeftijd. En probeer het niet op te lossen. Dus hoor de jongeren aan, maar breng niet gelijk een oplossing, mits de jongeren vraagt van wat kan ik hier het beste mee doen. Verder is het nog belangrijk om niet, het liefst niet geforceerd mee om te gaan, maar het proberen op een natuurlijke manier te doen. De jongeren die vinden het vaak al lastig om erover in gesprek te gaan. Dus een geforceerd iets eruit willen krijgen of trekken van wat is er nou al precies, heeft vaak niet zoveel zin. Het is veel belangrijker om wat de jongeren vertelt te steunen. Dan heb ik nog een paar dingen aanvullend die specifiek gaan als er sprake is van suicidaliteit of als ze in ieder geval zich suicidaal uiten, dus aangeven dat ze niet meer zouden willen leven. Belangrijk is om dan bijvoorbeeld niet opmerkingen te maken als na regen komt zonneschijn, of achter de wolken schijnt de zon, of welke opmerking dat ook zou kunnen zijn. Ook niet opmerkingen of een beetje gekscherend wat wel eens gebeurt van naar de jongeren toe van geen gekke dingen doen, hè. Het zijn vaak goed bedoelde opmerkingen, maar kunnen vaak
pijnlijk en vervelend voor de jongeren ervaren worden. De jongeren laten beloven dat ze zichzelf niks aandoen. Dat is, vroeger werd er ook binnen hulpverleningsland veel waarde gehecht aan allerlei non-suïcidecontracten en afspraken. Dat is inmiddels wat achterhaald. Het is zowel voor jongeren, maar ook voor volwassenen heel lastig om afspraken te maken voor langere termijn. Dus het is belangrijk om ze in het hier en nu te houden. En laat ze niet iets beloven wat ze lastig vinden om aan te houden. Dat geeft vaak alleen maar weerstand. En dan staat er nog een laatste opmerking wat bij suïcide of neiging richting suïcide. Wat je niet moet doen is zeggen dat iemand dat niet kan maken ten opzichte van de omgeving. Want dat is uiteraard vaak al een worsteling die jongeren en überhaupt mensen met suïcidale gedachten hebben. De omgeving is vaak een beschermende factor die het voor hen heel gecompliceerd maakt. Dus als je dat benadrukt, dan wordt het alleen maar het complex voor de jongeren alleen maar groter. Dus dat zijn de don'ts. Dan wil ik wat concreter kijken. Nou, wat kun je dan binnen school nog concreet doen om hier handen en voeten aan te geven? Nou, dit is ook een loesje. Als de lat te hoog ligt, kun je er altijd nog onderdoor lopen. Nou, als iedereen zo zou denken, dan waren de problemen een stuk minder groot, verwacht ik. Maar dit is best een lastige gedachte voor jongeren. Hiermee wordt natuurlijk bedoeld dat het belangrijk is dat je haalbare eisen stelt. Dus dat je de lat legt voor de jongeren wat haalbaar is. Als school kun je daar natuurlijk kijken van, kun je dingen aanpassen mocht dat nodig zijn bij jongeren? Kun je toetsen aanpassen of lesstof of huiswerk aanpassen? Het is belangrijk dat jongeren in een periode dat ze zich niet goed voelen, succeservaringen krijgen. Dus dat is op school natuurlijk een groot onderdeel waarbij dat mogelijk gemaakt kan worden. Complimenten geven is belangrijk, dus zien wat iemand doet. In het begin hadden we al genoemd dat jongeren het heel lastig vinden dat ze gewaardeerd worden op hun prestatie en niet op hun zijn en de dingen die ze gewoon doen. Dus het is heel belangrijk dat je daar erkenning voor geeft. Dus de dingen die ze doen en niet alleen de dingen die niet lukken. Dit geldt als je in de klas bent, in een klassituatie, mocht concentratie en dat soort dingen moeizamer zijn, overleg dan met de jongeren wat een prettige plek is. Of eventueel een koptelefoon. Als het mogelijk is binnen de lessen. Een volgende punt wat belangrijk is, wat je zou kunnen doen, is activeren. Dus vooral kijken wat is wel mogelijk. Want je ziet, activatie is een hele belangrijke, ook binnen behandelingen. Als mensen heel erg depressief zijn, gebruiken we activatie als eerste stap om mensen uit hun depressie te krijgen. Noem ook naar de leerlingen, dat alles in principe beter is dan op de bank zitten of in bed liggen. Dus als hele schooldagen bijvoorbeeld niet meer lukken, kijk dan of er aangepaste tijden of aangepaste ritme kan komen. Dus overleg met de jongeren en ouders dan wat mogelijkheden zijn qua lesuren. Het is ook goed om jongeren bijvoorbeeld een taak te geven, dus om ze een opdracht te geven, waardoor ze een gerichte vraag krijgen waarmee ze aan de slag kunnen. Dan worden ze ook gewaardeerd in dingen die ze misschien goed kunnen of waar ze sterk in zijn. Aansluiten daarbij wat de jongeren leuk vindt. Dan denk ook aan hobby's en andere dingen. Is iemand sterk op sociaal vlak? Kijken of iemand anderen kan helpen. Nou ja, zo zijn er allerlei dingen te bedenken om de jongeren te activeren. Dus waar jongeren goed in zijn, wat ze interesses liggen. Dus dat zijn belangrijke dingen. Verder ook gewoon dingetjes op school, als je op school bent, laten doen. Dus iets voor de leerkracht doen. Dus iets kopiëren of naar de mediatheek of iets ophalen. Dat soort dingen. En kijken of het lukt om wat perspectief te creëren voor de leerlingen. Een volgende punt is belangrijk richting leerlingen, is een luisterend oor. Dat is natuurlijk voor iedereen belangrijk, maar voor leerlingen ook. Het is al een paar keer voorbij gekomen. Als je met leerlingen in gesprek gaat over dingen, ga dan ook in gesprek vanuit jezelf. Ga vanuit het ik. Spreek met ik en niet als jij, want dat klinkt veel veroordelender. Dus ook als je signalen bespreekbaar maakt, wat ik net ook noemde met die vriendin, zeg maar. Je kunt vanuit jezelf al vaak dingen noemen. En noem ook van, het valt mij op of ik heb gezien dat. En niet van, ik zag dat jij, maar dat zeg je ook met ik, maar niet beschuldigend naar de ander toe. Dus vooral bij wat je zelf opmerkt.
En dan kan de leerling natuurlijk wel denken van, hey, klopt dat en ervaar ik dat ook zo? Geef de jongeren tijd om antwoord te geven. Dus luister en probeer het niet te snel te oordelen daarin. Check ook of je dingen begrepen hebt wat de jongeren zegt. Wees neutraal. Probeer niet de oplossing te bedenken of een mening te geven. Maar geef wel je medeleven. Dus vooral horen welke emoties aandragen. Ga niet mee in het hopeloze gevoel. Als het zo is dat een leerling, dat zie je vaker, reacties geeft van je begrijpt het niet of je snapt me niet. Probeer daar niet de discussie op aan te gaan, maar blijf rustig en vraag het opnieuw. Van, zeg dan, oké, als ik het niet goed begrijp, wil je het me nog eens uitleggen. Op het einde dus niet een oplossing aandragen, maar vooral met de leerling meedenken. Wat zou je eraan kunnen doen en wat wil je eraan doen? En heb je daar iets nodig van ons, van mij of van onze school? Ik zit heel even te kijken en mijn beeld wordt donker. Dus ik moet heel even snel mijn stroom aan gaan sluiten. Dus mijn vraag even aan jou, Renate, of jij even de laatste sheet kan doen dat ik even mijn stroom ga aansluiten. Excuus. Ik pak hem even over. Even kijken, want we hebben nog een paar tips over wat je binnen school kan doen. Waaronder met de jongeren meekijken of die zijn of haar gedachten kan veranderen. Dus is het glas half vol of half leeg? Is ook iets wat in hulpverlening vaak gebruikt wordt om te kijken van ja, wat zijn nu de gedachten die je hebt? En zijn die negatief, zijn die realistisch en kunnen we die vervangen door gedachten die meer helpend zijn en die zorgen voor meer rust? En wat een signaal is van een negatieve gedachte is als er in een gedachte of de dingen die een jongere uitspreekt woorden naar voren komen als nooit, altijd, ik moet. Dus als iemand zegt, ik heb ook altijd pech, ik krijg nooit een berichtje van een ander, dan is dat een signaal dat dat een negatieve gedachte is. En dat zou je samen met een jongere kunnen toetsen van, hey, klopt dat dan? Gebeurt dit altijd of nooit? Ben je helemaal nergens goed in of is er toch iets wat wel lukt? Dus wat in het eerdere punt ook aan de orde kwam van vooral ook successen benadrukken en kijken welke kleine stappen wel gezet kunnen worden. Ik zie ondertussen dat Esther weer online is. Ik zie ook een opmerking in de chat. Moet je niet vooral adviseren om naar de huisarts te gaan of naar een deskundige op school als de problemen ernstig zijn? Nou, dat is een hele goede opmerking en die kwam ook in onze laatste dia aan de orde. Dus dan zap ik gelijk even door naar de volgende. Esther, wil jij het nog terug overnemen? Ja, ik zal deze weer even oppakken. Ik zit weer aangesloten aan de stroom. Belangrijk om nog richting de leerling te doen is vooral jezelf zijn. Dus oprecht zijn, jezelf zijn en oprecht geïnteresseerd zijn in wat de leerling aangeeft. Daar is dus belangrijk de houding dat je niet wil redden. Dat je niet meegaat in de hopeloosheid of de emotie van de jongeren. Maar vooral jezelf blijft en oprecht naar de jongeren blijft. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. En dan hebben we volgens mij het laatste sheet waarbij we dus even... Ja, hierna komt al de sheet van de afsluiting, maar ik denk dat het goed is om hierbij ook te benadrukken van hè, wanneer ga je nu naar de ouders, wanneer is er nu hulpverlening nodig of wanneer stap je naar het zorgteam intern om te kijken van goh, moeten er nu vervolgstappen gezet worden. Dus ik denk dat het ook een goede opmerking is vanuit de chat van hè, je moet ook niet zelf dan die hulpverlenersrol op gaan nemen, maar kijk wel wat je als mens kunt doen. En als je merkt van goh, er zijn meerdere alarmsignalen. Het zou fijn zijn als een jongere naar de huisarts kan om te kijken of er naast school ondersteuning opgestart kan worden. Dan is dat ook iets om bijvoorbeeld met het zorgteam te bespreken. Ik weet niet of Marion op dat vlak nog iets wil toevoegen hoe de lijntjes binnen school lopen. Ja, dat is prima. Jullie kennen allemaal de route leerlingbegeleiding. Hè? Dus als mentor ben je de spil. In het contact en hoe het met de leerlingen gaat. Daarna je team. Als het echt niet lukt, en dat hadden we in december ook al in een stukje in de KWC-post gezet. Kom naar ons toe, hè, naar Simone of naar mij. Dan gaan we samen kijken
welke stappen het beste zijn. Hè. Wij hebben natuurlijk makkelijker contact met de schoolarts, met de schoolverpleegkundige, met schoolmaatschappelijk werk. En inderdaad, ja, ik ben ook wel gauw van, ja, we gaan niet zelf de psycholoog uithangen. Maar als het echt nodig is, is het heel belangrijk om snel op te schalen. Ik denk dat de vraag van Roland, die hier voorgesteld was, ook over van waar kun je snel terecht, dat die ook hier heel goed bij past. Want, zouden jullie even parkeren voor op een later moment? Ja. Nee, misschien is het wel goed om daarop aan te sluiten, Marjon. Kijk, binnen school zijn natuurlijk de wegen om het bespreekbaar te maken. Mochten de zorgen dermate groot zijn, is het natuurlijk altijd heel erg belangrijk dat je jongeren doorverwijst. En dat moet wel altijd in overleg natuurlijk met ouders. Dus dat kun je niet zomaar doen. En doorverwijzen is natuurlijk in eerste instantie richting de huisarts of een wijkteam. Dat zijn ook de instanties die kunnen doorverwijzen weer naar verdere hulpinstanties. Maar de huisarts is wel vaak het meest geëigend, omdat die op de hoogte zijn vaak van de gezinssituatie, et cetera. Dus het is goed om de huisarts, of in ieder geval te adviseren naar de huisarts te gaan bij zorgen. De huisarts heeft vaak ook een POH-GGZ, dus een praktijkondersteuner die kan inventariseren hoe ernstig de problemen zijn. Dus het is inderdaad niet de bedoeling dat je als leerkracht of als betrokkenen van school hulpverlener gaat uithangen. Maar het gaat vooral over het eerste signaleren, waarin jullie wel een hele belangrijke rol in hebben. En het bespreekbaar maken. Dus dat is vooral de vraag die voor de leerkrachten erg van belang zijn. En dan is de volgende stap richting de zorgcoördinatoren en afdelingsleidingen van school. Mag ik nog iets aanvullen? Want dan is het gewoon heel prettig, denk ik, als docent of als mentor, hè, vooral als mentor, als je merkt dat dit speelt bij een leerling, dat je dan samen met Simone of mij op gaat trekken, dat we samen kijken van nou, gaan we samen in gesprek met ouders, doe je dat alleen, bel je ze of nodigen we ouders uit, welke manier gaan we de informatie vertellen. Ik heb bijvoorbeeld zelf wel eens samen met een mentor eerst een gesprek gehad. En toen met dat meisje teken je gesprek gedaan. En daar kwamen hele mooie dingen uit. En toen hebben wij eigenlijk samen de dingen die goed gaan en niet goed gaan met ouders gedeeld. Hè, ook haar kwaliteiten, maar ook wat zou zij willen aan hulp. En eigenlijk was dat een doorbraak. Want ouders hadden eigenlijk helemaal niet zo door dat het dat speelde bij hun dochter. En nu zit zij inderdaad flink in de hulpverlening. Maar ook hebben we op school gekeken naar bijvoorbeeld het schoolprogramma kleiner maken. Hè? Dus kijken wat haalbaar is voor haar op dit moment. En goed blijven monitoren om te kijken wat de voortgang is. Hè? Dus er zijn heel veel stappen mogelijk. En, dus kom alsjeblieft als je je zorgen maakt over een leerling. Want wij trekken graag samen met jullie op. Ja, misschien dan aanvullend goed om te weten. Het is altijd mogelijk om voor vragen of consultatie ook contact te zoeken eventueel met ProPersona. Dat kan wel pas nadat jullie natuurlijk intern binnen school daar overleg over hebben gehad. Maar dat kan prima anoniem. Daar is een bureaudienst voor binnen ProPersona die de vraag kan beantwoorden. En advies kan geven eventueel wat in die casus het makkelijkste is om te doen of het beste is om te doen. Zelf zit ik in Arnhem, dus dan zal dat voor jullie collega's vanuit Tiel zijn. Dus dan zullen jullie in Tiel contact kunnen opnemen. Nou is er ook een vraag in de chat gekomen van, is er ook 24 uur iets qua hulplijnen en dat soort dingen? Voor de leerlingen is een hulplijn 's avonds natuurlijk, zeker als het gaat over suicidaliteit, is 113 online een belangrijke. En dat was ook het filmpje die we vanuit wilden laten zien, die meegestuurd zal worden met de informatie achteraf. Ja, en misschien aanvullend daarop, want Simone en ik zijn natuurlijk al een paar maanden met dit bezig. Ook met de GGD, Charlotte Wouters. We hebben een aantal sporen, dus ja, jullie als docenten, scholen. Volgende week is er een ouderavond over dit onderwerp, die ook door Esther en Renate verzorgd wordt.
En verder is de derde poot waar we aan gaan werken, is van hoe kunnen we zorgen dat het welbevinden van onze leerling, dat we daar iets mee in positieve zin kunnen bevorderen. We hebben het naar aanleiding van het meisje wat op Agora overleden is, hebben wij toen ook contact gehad met de GGD. En daar hebben we, naar aanleiding daarvan zijn, hebben we voor leerling twee links op de website gezet. Die van de kindertelefoon, maar ook die van Mijn GGD. En ja, we hadden ook inderdaad de link van 113. Maar die vonden we een beetje spannend om die erop te zetten eigenlijk. Omdat Mijn GGD en de kindertelefoon wellicht de mogelijkheid heeft. Er zijn ook mogelijkheden om te chatten of te bellen met mensen die daar verstand van hebben. Dus er komen ook nog een aantal andere websites waarschijnlijk voor de leerlingen op de voorpagina van de website van de school. Zodat leerlingen, als je je zorgen over maakt, kun je hen ook verwijzen naar de kindertelefoon of naar mijngggd.nl, waar ze zelf informatie kunnen zoeken. Ja, en wij zullen ook nog in de handout achteraf sites toevoegen. Waar je belangrijke informatie kan vinden in ieder geval. Ja. Ja. Jullie sturen een handout en jullie sturen het filmpje. Deze presentatie is vooral natuurlijk een kapstok geweest voor het verhaal, hè, wat jullie in de handout nog. Ik ben eigenlijk benieuwd, zouden mensen ook nog zeg maar deze presentatie willen ontvangen, zeg maar, die PowerPoint? Alleen staat daar natuurlijk niet de informatie in die verteld is. Die komt in de handout. Dus de informatie komt in de handout. En de PowerPoint bestaat natuurlijk voornamelijk uit plaatjes. Dus dat lijkt me in die zin niet zo heel veel extra meerwaarde. En in de handout proberen we overzichtelijk de drie dingen die we nu besproken hebben weer te geven. Dus een stuk theorie, een stuk hoe kun je signaleren en een stuk wat kun je doen en wat zijn stappen die je binnen school kunt zetten. En dan nog inderdaad de website tips, zowel voor de jongeren als voor de docenten zelf, waar meer informatie te vinden valt. Ja, nou dat lijkt me perfect. Ja. Ondertussen dat mensen moeten weggaan. Het is 4 uur geweest. Dus ik denk dat we richting de afronding moeten. Ja. En als er vragen zijn voor Esther of Renate, dan kunnen die altijd via Simone of mij gesteld worden. En kunnen wij die weer via de mail aan Renate of Esther stellen. Zullen we dat zo afspreken? Dan kunnen we daar eventueel ook in de handout nog rekening mee houden. Als we denken van, hey, dat thema, daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Kunnen we dat eventueel daar nog toevoegen? En wat we dan ook nog zullen versturen is een kort evaluatieformulier. Omdat we ook wel benieuwd zijn hoe iedereen deze bijeenkomst heeft ervaren. En of jullie nog feedback voor ons hebben. Hoe we dit anders kunnen doen. Of dat we misschien nog een bepaald onderwerp gemist hebben in dit verhaal. En natuurlijk ook wat jullie wel fijn vonden. Dat horen wij ook graag terug. En dan het vriendelijke verzoek om dat nog aan ons te laten weten. Misschien is dat handig als dat via Marion en Simone loopt. Dat jullie het aan hen doorsturen. En dat jullie de info bundelen en weer aan ons terugkoppelen. Ja lijkt mij ook een goed idee. Ja. Nou, mag ik jullie dan heel erg bedanken voor deze presentatie. Ik denk dat die heel duidelijk was. Heel informatief was en dat dit echt ons handvatten geeft om met de leerlingen waar we zorgen over hebben mee aan de slag te kunnen gaan. Dus en ik ook het bedankt voor het feit dat het op zo korte termijn allemaal geregeld kon zijn. Ik vind echt dat jullie het hartstikke goed hebben gedaan. Nou, volgende week nog een ronde voor de docenten en de medewerkers die vandaag niet konden aan. Collega's die vandaag hebben beluisterd. En je weet van docenten, van andere collega's, dat ze misschien twijfelen van, nou, zou dat wat zijn? Vertel het aan, zelfs wat je ervan vindt. En wellicht sluiten die maandag nog aan. Nou, dank jullie wel. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. Jullie bedankt. En, de kijkers, bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat het de kennis weer even opgefrist heeft en dat het je de moed geeft om,
om het gesprek aan te gaan. Ook al is dat misschien soms spannend, maar superbelangrijk voor de jongeren. En als er nog vragen zijn naar aanleiding van dit verhaal, dan horen we het graag. Dan ga ik hem bij deze afsluiten. Ja. Oké. Dank voor de aanbod. Bedankt, tot ziens. Fijne dag nog. Dag. Doei.